Welkom in KV 20 Pop-up Art en Projecten. Door de social media is het gekomen dat wij nu samen zijn. Op een van mijn nachtelijke dwalingen keek ik op Facebook en las op dat late tijdstip een net geplaatst bericht van Michael van Hogenhuizen. Waar hij een blog deelt van Sharon van den Berg. Ik werd nieuwsgierig en keek op het blog van Sharon en kwam in een wonderlijke wereld van tekeningen en de tekst van Michael. En dat boeide direct en ik werd teruggeworpen in een wereld van mensen en bewegingen die ik ook kende. Vervolgens keek ik naar YouTube en zag daar Rudy van den Berg. Die loopt net weg. Oh, die de Motions, 60e jaren, ook dit was voor mij niet onbekend. Luisterde en keek naar Wasted Words. Het klikt met Sharon en het intieme van haar werk wat zij hier toont. En dat is mooi. Dan heb ik nu het genoegen het openingswoord te geven aan Kees Debets. Goed gezegd. Goedemiddag, dames en heren. Ook ik heb een papiertje. Hartelijk welkom bij de opening van de Sharon van den Berg-expositie Badgasten en Meer. Ik ben aangekondigd als directeur van Theater aan het Spui. Dat klopt, dat ben ik. Het Theater aan het Spui waar enige tijd geleden Sharon van den Berg haar podiumdebuut maakte. Ze sprak daar voor een publiek van 300 mensen over haar serie Badgasten. Ik ben daar directeur, maar in het dagelijks leven ben ik ook zwager van Sharon. De man die met haar zuster getrouwd is, het meisje dat u wellicht kent of straks leert kennen als het meisje in de gootsteen. Het meisje in de gootsteen, of zoals sommige mensen zeggen, dat mannetje. Thuis, bij ons thuis, boven onze bank, hangt een olieverfschilderij van Sharon. Een van de vele mooie schilderijen die Sharon ook maakt. Een aantal is hier gelukkig te zien. In de Petja Kucha-presentatie in Theater aan het Spui vertelde Sharon aan het publiek over de Badgasten. De serie van ruim 250 potloodtekeningen gebaseerd op de even zoveel Polaroid-foto's uit de jaren 70. De serie die u hier ook kunt bewonderen. De jaren vastgelegd dat de familie van de Berg Ravenstein in de Heemskerkstraat woonde. En het huis een zoete inval was voor muziekmakend en muziekminnend Den Haag en verre omstreken. Vader muzikant, moeder kapster, twee dochtertjes
en heel veel vrienden die toevallig langskwamen. Even meekwamen eten, even wat drinken, andere versnaperingen nuttigden en hun haar lieten doen. Altijd gefrunnik met haar en ogenschijnlijk veel wachten. 250 potloodtekeningen, minutieus nagetekend en steeds maar weer inzoomend op de details. Polaroids, toevallig gemaakt op toevallige momenten van toevallig bij elkaar komende mensen. Stuk voor stuk opgetekend, gemaakt met dat oog voor detail. Ik denk dat ik mede namens Patje, Ans van Zwet, Echie en Elke, Gourache, Toei, Celeste, Seppe, Rietje, Herman, Daan, Leen, Ineke, Mariska, Patricia, Trix, Peter, Rian, Tonnes, Rudy, Beppie en heel veel anderen spreek en deze prachtige tentoonstelling van jouw werk heel graag voor geopend verklaar. Dankjewel.